Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe track guide van GP-blog. We gaan jullie meenemen een rondje over het circuit van Mexico, genaamd Circuit de Hermanos Rodríguez. Wij nemen jullie zoals gewoonlijk weer mee met Formule 1 2018. En dan gaan we vol gas over start-finish op het circuit de Hermanos Rodríguez van Mexico. Meteen een DRS-zone, dus genoeg inhaalmogelijkheden. De eerste bocht hebben we de afgelopen 2 jaar veel actie gezien. Rem op 75 meter. Scherp insturen. En hier was het vorig jaar Sebastian Vettel die Lewis Hamilton zijn achterband lek reed in zijn kampioenswedstrijd. De volgende bocht kun je misschien nog wel herinneren in de touché van Vettel en Daniel Ricciardo. Vettel bewoog tijdens het remmen en dat volgde tot een botsing waar Vettel later voor bestraft werd. Klein slippertje, in blijven sturen naar rechts. Voorzichtig op je gas. En dan komen we nu aan in het moeilijkste gedeelte van het circuit. Even je gas los en vanaf hier vol gas. Goed in blijven sturen, even liften. En dan komen we aan op een klein rechtstuk en dan gaan we remmen op 100 meter. Stadion in is natuurlijk spectaculair voor de coureurs. En hier zag je Max Verstappen vorig jaar doorheen karten over de curbs. Laatste bocht, heel verraderlijk, heel scherp, vroeg opschakelen. En dan gaan we over de start-finish, net als Max Verstappen die hier vorig jaar zijn eerste prijs na een dominante overwinning mocht ophalen. Dit was een rondje over het circuit de Hermanos Rodríguez in Mexico. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van GP-blog, want over 2 weken zijn we bij je terug met de Grand Prix van Brazilië.